mensen. Vanavond ga ik niet een heel groot stuk lopen. Gewoon even een blokje om. Maar eigenlijk ben ik een beetje aan het testen. Ik heb namelijk een lampje gekocht. Waarmee ik dus in de avonduren ook zou kunnen lopen. Omdat het nu toch wat eerder donker wordt. Ja, en wat voor lampje moet je dan kopen? Ik heb gekozen voor een lampje. Helemaal niet duur. Wat je op je midden van je lijf draagt. En ik ben benieuwd. Als ik zometeen een donker bospad inloop. Dat ik dan ook genoeg licht heb. We gaan het beleven. Nou, zoals jullie zagen, sta ik nu in het bospad en het is vrij schemer aan het worden. Dus we gaan ons lampje even testen. Er zitten twee standen op en achter heb ik ook verlichting. Kijk, jullie dat ook kunnen zien. Nou, we gaan het bospad in. Ik zal je even de lichtstralen laten zien. Oké, geeft aardig wat licht weer. En vooral op de plaats waar je moet lopen. Dus, en dit is de eerste stand. En dan heb je nog een standje verder. En dan heb je redelijk zicht. We gaan een stukje dribbelen. Nou, zo hebben jullie even gezien dat het pad aardig verlicht wordt. Je kan prima zien waar je zelf loopt. Enig klein nadeel is dat het schudt. Het gaat heen en weer. Het beweegt met je lichaam mee. Dus misschien is dan een hoofdlamp een andere optie. Maar voor nu ben ik er tevreden mee, want ik kan prima door een donker bospad lopen. We gaan nog even verder. Nou mensen, voor zover mijn testfilmpje en ik ben er wel tevreden mee. Het is gekocht bij de Decathlon, dus voor iedere gewone recreatieloper die een beetje meer licht wil hebben en gezien wil worden, is dit een prima lampje. En voor nu zeg ik over en uit.